Vandaag was voor het eerst de nieuwe staatssecretaris die zich gaat bezighouden met immigratie en asielzaken, Ankie Broekers-Knol, in de Tweede Kamer te gast. We hebben haar bevraagd over het bizarre gegeven dat net bekend is geworden dat 10.000 uitgeprocedeerde asielzoekers niet zijn teruggegaan naar de landen waarnaar ze terug hadden moeten worden gestuurd. De regering doet er niks aan en ook vandaag weer zag je veel praatjes, veel gespin, maar weinig wol. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dit is het eerste moment dat wij met de nieuwe staatssecretaris van Migratiezaken onder meer spreken. En het bevalt mij eerlijk gezegd helemaal niet. Ik hoor een weifelende toon. Ik hoor tijd. Ze heeft de hele zomer nodig. Wil na de zomer terugkomen. Misschien met een rapport enzovoorts. Dit is zo ongeveer het grootste schandaal van de afgelopen jaren. 10.000 mensen die gewoon weg hadden moeten gaan, die gaan niet weg. Waarom hoor ik niet dat u zegt, dit had gisteren moeten gebeuren. Ik ga schoon schip maken, ik ga er keihard in. Mensen vastzetten als ze niet vrijwillig weggaan. En inderdaad, landingsrechten dreigen in te nemen van landen die niet mensen terugnemen. Ontwikkelingshulp stopzetten. Alle vormen van financiële transfers stopzetten. Wij zijn toch een heel sterk land dat allemaal dingen kan doen. Sla met uw vuist op tafel. Laat zien, ook aan de Kamer, ook aan de mensen in Nederland, dat u dit nu echt voortvarend wil gaan aanpakken. De staatssecretaris. Voorzitter, het klinkt heel erg stoer wat de heer Baudet zegt, maar ik zeg ook, en ik ben helemaal niet langzaam van plan om langzaam te gaan opereren. Wat ik duidelijk heb gezegd is, we zitten wel in een wettelijk systeem, we zijn een rechtsstaat. Ik wil de grenzen opzoeken van wat wij kunnen, heb ik aan mevrouw Torenburg gezegd, mevrouw de voorzitter. En dat is inderdaad het systeem waar ik in zit. En het is inderdaad misschien om meneer Baudet tevreden te stellen met belangrijke zaken zoals deze, Festina Lente. Dan, ik zie ook de heer Hiedema namens Forum voor Democratie. De heer Hiedema. Ik ben het meestal eens met mijn politiek leider, dan heb je het gevaar van overlap. Maar ik kom ook eventjes mevrouw welkom heten, blij dat we weer een staatssecretaris hebben. Dan hebben we tenminste iemand om aan te spreken. Maar mevrouw Bekker stond daar net en die heeft u gevraagd naar de ontwikkelingen binnen het ministerie richting veilige landen. Zij heeft gevraagd wat tot nu toe aan mogelijke sancties met die landen is besproken. U zit er nou net. U bent denk ik geschokt door dat cijfer van 10.000. Ik zou me kunnen voorstellen dat u zich inmiddels al een indruk heeft gevestigd van hoe het zover heeft kunnen komen. En wij worden hier al jarenlang zoet gehouden met de boodschap, wij gaan overleggen met Marokko, Algerije, noem het dwarsstraat. Mevrouw Bekker vroeg u net, wat is daar besproken? En welke concrete sanctiemogelijkheden zijn met die landen besproken? Simpel gezegd, wat is om die richting gedaan? De staatssecretaris. Voorzitter, ik heb al eerder gezegd dat dit vraagt om een kabinetsbrede samenwerking. De harde en de zachte prikkels. Het kan niet zo zijn dat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid naar Marokko gaat en zegt, ik pak je landingsrechten af. Want als jullie die mensen niet terugnemen, voorzitter, dat is een kabinetsbrede aanpak. En daar is een hoogambtelijke task voor migratie voor ingesteld. En die werkt daar keihard aan. Maar ik ga er keihard aan werken met mijn collega's. En dat is mijn antwoord, voorzitter. Meneer Hiedema, iedereen heeft terecht op twee vragen. En die zijn nu al gesteld door Forum voor Democratie. Ja, de staatssecretaris wil naar Marokko toe gaan, wil naar al die landen gaan reizen, wil gaan praten. Ik verwacht er heel weinig van. Asscher, degene die deze portefeuille eerder heeft gedaan, een paar jaar geleden, die is misschien wel 100 keer naar Marokko gereisd voor gesprekken. Het schiet niet op. Je moet iets durven doen. Dus bijvoorbeeld ontwikkelingshulp stopzetten, landingsrechten intrekken, dat soort zaken. Concrete maatregelen. En de stoere praatjes hier van ook Ankie Broekers-Knol vandaag weer gaan dus niets uithalen. Forum voor Democratie staat echt voor een andere benadering van de politiek. Wij willen daden. Wij willen laten zien dat wij als Nederland bereid zijn om risico's te nemen. En om ook echt het beleid dat nu alleen maar in naam wordt uitgedragen, maar ook echt gestand te doen. Steun ons, ga naar onze website fvd.nl en lees meer over al onze standpunten.